Amoxi, er zijn anderen die om Morello vragen. We zijn u niet vergeten. Minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie in Suriname heeft bij de oplevering van de Politiepost Annex Brandweerkazerne in Moengo afgelopen donderdag een waarschuwing naar alle criminelen gestuurd. Volgens de bewindsman zal de manier waarop het Surinaamse volk door deze criminelen wordt getergd niet langer worden getolereerd. Heel opvallend benadrukte de minister dat de personen die om Morello vragen ook terecht zullen komen waar zij moeten zijn. Hoewel hij geen naam noemde, zou dit mogelijk een signaal kunnen zijn richting ex-legerleider Desi Bouterse die nu twintig jaar cel in hoger beroep riskeert voor zijn aandeel bij de decembermoorden. Bouterse zei na de laatste zitting van het Hof van Justitie tegenover journalisten dat hij zich niet druk maakt over een eventuele aanhouding indien hij later dit jaar wordt veroordeeld. Hij bereidt zich daar ook niet op voor. Als ze me oppakken, zou ik zeggen. Hou rekening, ik rook Morello. Als je maar voldoende voor me brengt, was de reactie van de ex-legerleider toen. Under Ready Ready GI. We gaan u aanpakken. Terwijl uw president, vice-president hier lintjes knipt, zijn er anderen die om Morello vragen. We zijn u niet vergeten. Een ieder komt terecht waar hij of zij moet zijn. Dus we zullen ervoor zorgen dat men geen gesmokkelde Morello rookt. Maar gewoon verse Morello. We zullen ervoor zorgen dat de personen die daarnaar vragen, dat zij op een gepaste wijze hun Morello kunnen uitroken, zei Amoxi. Bouterse, als ze me oppakken, zou ik zeggen, hou rekening, ik rook Morello. Cardi B smijt microfoon naar concertbezoeker die drank gooit. Een concertbezoeker die het zaterdag waagt om drank richting Cardi B te gooien, heeft haar actie moeten bekopen met een tegenaanval van de rapper. Op filmpjes van het optreden is te zien dat de artiesten als reactie geen moment twijfelt en haar microfoon hard naar de drankgooier smijt. Op een openluchtshow in Las Vegas staat Cardi B net haar hit Bodak Yellow te performen als iemand dicht bij het podium het laatste restje drank uit haar beker richting Cardi zwiept. De rapster ziet wie het doet en gooit haar microfoon hard naar de vrouw toe. Op verschillende video's die online rondgaan... Lijkt het erop dat de vrouw daadwerkelijk geraakt wordt door de microfoon en niet veel later wegloopt, meer het publiek in? Opvallend detail is dat Bodak Yellow gedurende het incident gewoon te horen blijft en Cardi B het nummer dus niet live opleek te voeren. Het voorval paast een twijfelachtige trend waarbij artiesten de laatste tijd vaker met voorwerpen worden bekogeld door hun publiek. Zangeres Bebe Rexha kreeg onlangs een smartphone in haar gezicht en moest gehecht worden. Zangeres P.N.K. kreeg de A.S. van de moeder van een fan naar zich toe gegooid en Lil Nas X legde kort zijn optreden stil toen er een seksspeeltje op het podium werd gesmeten. Ook Harry Styles moest zijn show begin juli stilleggen omdat hij in zijn oog geraakt werd door een nog onbekend voorwerp: Benoeming Page op Agenda Regering. De benoeming van een procureur-generaal, Page, staat voor de deur. Dit bevestigt president Chandri Kapersat-Santokki. De benoeming is op de agenda. Wij hebben een advies gehad van het Hof van Justitie, zei de eerste burger eerder deze week tegenover journalisten bij de opening van de politie- en brandweerkazerne te Mungo. Het staatshoofd verduidelijkt dat de kwestie van het benoemen van een page niet van de ban is, maar goedkeuring van de regering en er zijn regels die gevolgd moeten worden. Santoki stelt ook dat er goede afstemming nodig is binnen coalitiegelederen om het voorstel goed te keuren. Het gaat volgens de VHP-topper om een zaak die de hele regering moet goedkeuren. Hij stelt dat het uiteindelijk goed moet komen met de kwestie van de page welke al maanden is aangekondigd. Er is de afgelopen dagen goed overleg geweest met de coalitie-top. Dat er meer dan twee jaren is gewerkt met een waarnemend page is volgens Santoki niet vreemd. Hij stelt dat er in het verleden pages zijn geweest die zes tot zelf acht jaren in een waarnemende functie hebben gefungeerd. Hij stelt dat bij zijn aantreden als staatshoofd direct ervoor gekozen is om Gracia Perksing te benoemen tot waarnemend. Pagina Santoki zegt dat het tijd wordt dat zij officieel benoemd wordt tot de hoogste juridische functionaris. Volgens informatie van het Openbaar Ministerie telt de organisatie nu 29 vervolgingsambtenaren, waarvan een waarnemend procureur-generaal, twee advocaten-generaal, twee hoofdofficieren van justitie, tien officieren van justitie en vijftien substituutofficieren van justitie. Het is al jaren een bekend dat het justitieel apparaat in Suriname meer leden behoeft. Er is op meerdere momenten door de president van het Hof van Justitie gesteld dat er gewerkt wordt aan het vergroten van het aantal juristen in Suriname. Vorige week zijn er vier advocaten beëdigd op het hof. Politie BROKOPONDO krijgt versterking van RBT. Het Brokopondo gebied heeft de aandacht van de autoriteiten getrokken vanwege toenemende zorgen over de veiligheidssituatie. Gewapende overvallen op doorreizende personen hebben zich herhaaldelijk voorgedaan, wat heeft geleid tot een sterk afgebrokkeld veiligheidsgevoel in de regio. Om de rust te herstellen en het veiligheidsgevoel te versterken, heeft minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi, bevestigd dat het regiobijstandteam RBT van het Korps Politie Suriname KPS vanaf augustus dit jaar in het brok op Ondo gebied zal worden gestationeerd. Tijdens een bezoek van een delegatie uit Kwak-Oegron. Vergezeld van districtscommissaris Walter Bonjaski van boven luisterde minister Amoxie naar de zorgen over de veiligheidssituatie in het gebied. Naar aanleiding van het gesprek verwees Amoxi de groep door naar de waarnemend korpschef van het KPS, Ruben Kensen, om dringende verdere gesprekken te voeren. Om ervoor te zorgen dat het RBT op een geschikte locatie kan opereren, worden op dit moment de politiewoningen in het brokopondo opondo gebied gerenoveerd. Zodra de renovaties zijn afgerond, zal het RBT permanent in het gebied worden gevestigd. Het doel van deze inzet is om de veiligheid te waarborgen en criminaliteit te bestrijden, zowel voor de bewoners in het Broek-Opondo-gebied als voor doorreizende personen en vooral ondernemers en hun arbeiders. Het RBT zal een belangrijke rol spelen bij het handhaven van de openbare orde en het verlenen van hulp aan de lokale politieeenheden. Het team zal zich bezighouden met patrouilles. Het onderzoeken van misdrijven en het waarborgen van de veiligheid in de regio. UNITED en EWS. Amoxi moet duidelijkheid verschaffen op punten uit rapport Agent van Staat. Door Kino's redactie. President Chandri Kapersat-Santokki zegt dat het onderzoek door de Agent van Staat in de spraakmakende zaak waarbij de activist Regita Edenburg het land is uitgezet al is afgerond. Het rapport is al overhandigd aan hem. De agent heeft het rapport al aan mij aangeboden met aanbevelingen en issues. Journalisten spraken de eerste burger kort na de ingebruikname van de brandweerkazerne en politieposten Mungo. Santoki zegt dat er nog twee tot drie issues verduidelijkt moeten worden door de minister van Justitie en Politie. Ik heb het rapport naar de minister gestuurd om deze zaken te verduidelijken. Het staatshoofd zegt dat hij hoopt dat Amoxi de zaken deze week nog voor hem kan verduidelijken zodat er een gefinaliseerd rapport naar de assemblée en de samenleving kan. Dan weet eenieder wat door een onafhankelijke autoriteit beoordeeld is. Amoxi geeft zelf aan dat hij het rapport al heeft doorgenomen. Hij stelt dat hij een team erop heeft ingezet om de vragen die vanuit het kabinet van de president komen te beantwoorden. Ik wil mijzelf ook een deadline stellen dat ik volgende week al hierover uit zal komen. Edenburg zou in juni uitgezet zijn omdat die staatsgevaarlijk is. De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan vertelde eerder aan journalisten dat hij in het duister is als het gaat om de zaak rond activist Azawini Edenburg. De gang van zaken rond de begeleiding van Azawini door de justitiële autoriteiten naar Cayenne bevreemde de ambassade volgens de diplomaat. Hij stelde dat het helemaal niet bekend was waar de vrouw was toen zij naar het buurland werd gebracht. Van der Zwan onderstreepte dat hij via de media kennis had genomen van de ontwikkelingen. Hij stelde dat het normaal zo zit dat wanneer de justitiële autoriteiten een Nederlandse staatsburger oppakken, de ambassade officieel in kennis gesteld moet worden. Uitgelicht. Tex, Kenneth de Max, geheugenverlies in zaak HOEFDRAAD? Keerpunt. De raadsman van de voortvluchtige veroordeelde ex-minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad. Heeft onlangs gevraagd aan het Hof van Justitie, HVJ, om de behandeling van zijn zaak op te schorten, totdat in twee andere zaken vonnis is gewezen of de tweede in staat van beschuldigingstelling van de ex-minister door het huidige parlement wel of niet terecht is. Keerpunt leidt niet aan geheugenverlies en wij kunnen ons niet voorstellen dat er überhaupt nog wordt overwogen te doen alsof Hoofdraad zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Dit terwijl deze gast al ruim drie jaar op de vlucht is. Er is meer dan genoeg bewijs om de man te arresteren als hij voet zet op Surinaamse bodem. Enfin, laten we alles even op een rij zetten. We willen het allereerst hebben over advocaat Anton Karg, die duidelijke taal heeft gesproken met betrekking tot het verzoek van de raadsman van de gewezen minister. Wij zijn het volkomen eens met Karg wanneer hij zegt dat het maken van een strafvorderlijk onderscheid tussen politieke ambtsdragers en gewone burgers een broeikas voor corruptie is. De procesrechtelijke fijnslijperij daaromheen tot een maatschappelijke discussie verheffen is een vergissing en een verleidelijke, maar zinloze afleiding. Concreet is het zo dat nauwlettend onderzoek van ieder procesrechtelijk onderdeel een onmiskenbaar recht is dat iedere verdachte of veroordeelde, in geval van hoger beroep, toekomt. Aan de inhoud en ernst van het materieel verwijt kan en mag men niet komen. In zoverre vervult het Hof de functie die van hem verwacht wordt. Niet ten behoeve van de persoon Hoefdraad, maar ten behoeve van onze staatsrechtelijke beginselen, aldus Karg. Hij is van mening dat het protocol van overdracht voor wat betreft het strafvorderlijk onderzoek irrelevant is en een naakte poging van de verdediging het breder publiek zand in de ogen te strooien. Verder is het een teken van de materiële gegrondheid van de ernstige verwijten dat de verdediging namens Hoefdraad, Behalve in de sfeer van strafvordering, nog dieper blijft hangen in de sfeer van zijn hoedanigheid als politiek ambtsdrager, aldus Karg. Het Hof heeft volgens de jurist de gelegenheid een scherp signaal af te geven in het voordeel van de gelijkheid van iedere burger en de verplichting van juiste politieke ambtsdragers in het bijzonder om staatsmiddelen en staatsbevoegdheden met de meeste nauwkeurigheid, terughoudendheid en zorgvuldigheid aan te wenden. Bravo meneer Karg, keerpunt kon het niet beter hebben verwoord. Voor de mensen die hebben getracht te twijfelen aan deze woorden en dachten ook nog vuil te spuiten over de journalistieke integriteit van dit medium, willen wij niet eens benoemen, gezien dat naar onze mening niet eens de moeite waard is. Wij zullen hem niet bakken in zijn eigen vet. Om terug te komen op Hoefdraad, zijn we nog altijd van mening dat hij allesbehalve onschuldig is en dat is onlangs wederom in de rechtszaal naar voren gekomen. Los van het feit dat hij onderdeel was van een criminele organisatie is hij door alle verdachten in de CBVS-affaire genoemd als te zijn de opdrachtgever. Hoe ben je dan ineens onschuldig en is dit een politiek proces? Give me a break. Eenieder die nu nog gelooft in zijn, heeft gewoon een paarse bril op en kan geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. Wij adviseren daarom eenieder die nog een paarse luxe bril op heeft, om niet met ons in discussie te gaan, want dan zullen al die paarse boevenstreken wederom opgezond worden. Wij adviseren daarom eenieder die nog een paarse luxebril op heeft om niet met ons in discussie te gaan, want dan zullen al die paarse boevenstreken wederom opgezond worden. De destijds uitgelekte lijst met dubieuze kredieten had de naam van nog een andere hoofdrolspeler voor een niet oninteressant bedrag zonder aflossingen staan. De goede heer is tot op de dag van vandaag betrokken bij diezelfde bank, ondanks het feit dat hij ten tijde van veel van de gedragingen die nu onder een vergrootglas beland zijn, adviseur en dienstverlener was en de besluitvorming heeft beïnvloed. Previous More articles Sunday 30 July 2023 Kiesstelsel en politiek belang Zedert het oordeel van het Constitutioneel Hof over de kiesregeling is er heel veel gezegd en geschreven in de Surinaamse media. Dit zal nog enige tijd zo doorgaan. Vooral politici die denken er goed van af te zullen komen bij wijziging de wetgeving die betrekking heeft op al de aspecten bij verkiezingen in Suriname. Alles wijst erop dat de politici er niet op uit zijn om de ontwikkeling van dit land voorop te stellen, maar hun eigen belang voorop te stellen. Dezelfde mensen die nu moord en brand schreeuwen hoe onrechtvaardig het huidige kiesstelsel is, hebben er decennia van genoten. Op basis van dit stelsel werd de politieke macht ontelbare keren naar hen toe getrokken en zij mochten bepalen waar er bijvoorbeeld een basisschool of een polykliniek worden opgezet of een weg- of een aanmeerstijger moet worden aangelegd in het binnenland. Maar vanwege het feit dat de maatschappij niet statisch is, maar juist wordt voortgedreven door een zekere mate van dynamiek, is er een drastische wijziging gekomen in het stemgedrag van binnenlandbewoners. Deze manoeuvre in stemgedrag is overigens niet vreemd, want de mensen van het binnenland zijn jaren bewust achtergehouden in hun ontwikkeling door politici uit de kustvlakte. Dit moet tegelijkertijd als een duidelijke waarschuwing gelden voor degenen die anno 2023 mogen buigen op een politiek draagvlak dat voortvloeit uit een onvoorwaardelijke support vanuit de binnenlandbewoners. Voor de objectieve waarnemers die de ontwikkelingen voor de wijziging van het kiesstelsel op de voet volgen, is de politieke intriges waarmee dit gepaard gaat duidelijk zichtbaar. Het concept hiervoor is door architecten in de achterkamer opgezet en er zijn poppetjes aangezet voor de implementatie ervan. Het doel ervan is dat de politieke macht bij de rechtsconservatieven en kapitalisten moet blijven om hun financiële en economische belangen te blijven behartigen en dat de progressieven geen ruimte moeten krijgen om dit land te ontwikkelen. Dat is de essentie van wat er eigenlijk achter coulissen gebeurt. Een zeer belangrijk aspect wat we ook mee moeten nemen, is het etnisch stemgedrag. Vanwege de samenstelling van de Surinaamse bevolking is dit bijna een autonome gegeven. Er kan bijna geen verandering hierin komen. Sedert ik in staat ben om een tekst goed te lezen, heb ik hierover gelezen en dat is nu al een paar decennia. Vele prominenten uit onze samenleving hebben gepleit voor een verandering hierin, maar we zien dat het na elke stembusgang nauwelijks verandert. Het gegeven dat elke etnische groepering op de inheemse na hiernaartoe is geëmigreerd, maakt dat men zich eerder betrokken voelt bij de eigen groep dan bij de daadwerkelijke ontwikkeling van Suriname. Sedert de introductie van partijpolitiek in Suriname, nu bijna een eeuw terug is dat zo geweest. Op basis hiervan ben er niet van overtuigd dat deze zienswijze op korte termijn zal verdwijnen uit onze politiekvoering. Duurzame ontwikkeling van dit land is niet afhankelijk van de wijziging van het kiesstelsel, waarover er zoveel wordt gesproken en zoveel initiatiefwetsvoorstellen door assembleeleden worden ingediend bij het parlement. Wat we nodig hebben is een zuivere intentie om de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname aan te pakken. Etair Patra STG 8 december 1982 Duidelijke conclusies in hoger beroep met het hoger beroep in het 8 december strafproces bij het Hof van Justitie op 31 juli aanstaande, zal de advocaat van de verdachten de gelegenheid krijgen om te reageren op de argumenten die door het Openbaar Ministerie zijn gepresenteerd. Ook de verdachten krijgen de gelegenheid om hun laatste woord te uiten. De nabestaanden hadden inderdaad gehoopt dat het 8 december strafproces veel eerder zou zijn afgerond omdat de lange duur van het proces emotioneel en mentaal belastend voor hen is geweest en het frustrerend was om zo lang te wachten op gerechtigheid voor hun dierbaren. Tegelijkertijd beseffen ze dat naast. Vele vertragingstechnieken van de verdediging van de verdachten, ook de zorgvuldigheid van het om om alle feiten en bewijsmaterialen zorgvuldig te verzamelen enige tijd in beslag heeft genomen, zodat de kans groter is dat een rechtvaardig oordeel wordt geveld. In tegenstelling tot de verdachten en de algemene praktijken tijdens de dictatuur van de tachtig er jaren, probeerden zij met leugens de waarheid te verdoezelen. Na 31 juli komt het lang verwachte moment waarop de waarheid omtrent de gruwelijke moorden op 8 december 1982 aan het licht zal komen. Na talloze zittingen en getuigenverklaringen staat de waarheid nu glashelder vast. De obductierapporten spreken duidelijke taal. Vreedheid en onmenselijkheid hebben plaatsgevonden. Terwijl de beschrijving van de lichamen geen enkele andere conclusie toelaat, wordt ook de bewering van een CIA-geleide invasie en het voornemen om slachtoffers uit Suriname te verbannen, sterk weerlegd. De verdachten Bouterse en de Nationale Militaire Raad hebben vanaf de moorden alles gedaan om te voorkomen dat de waarheid naar buiten kwam. Het proces heeft zich gekenmerkt door grondig onderzoek en het horen van getuigen waardoor een waarheidsgetrouw beeld van de gebeurtenissen is ontstaan. De obductierapporten en getuigenissen hebben cruciale inzichten verschaft en hebben zonder twijfel vastgesteld dat de 15 zonen van Suriname het slachtoffer zijn geworden van onmenselijke daden. Tijdens het proces zijn ook ongegronde claims grondig weerlegd, zoals de bewering van een door de CIA geleide invasie en plannen om de 15 slachtoffers met een SLM vliegtuig te verbannen. De internationale regels omtrent luchtvaart en soevereiniteit van landen zijn helder: een vliegtuig kan niet zonder toestemming het luchtruim van een ander land betreden, en mensen kunnen niet zonder instemming naar een ander land worden uitgewezen. Daarnaast is ook de verklaring van de bevelhebber D. Boutersen op 8 december 1982 via de STVS dat de 15 mannen op de vlucht zijn doodgeschoten. Daarboven hebben we ook moeten aanhoren de leugenachtige verklaring over de afwezigheid in het Fort Zelandia van de verdachte D. Bouterse terwijl videobeelden bewezen dat D. Bouterse in het Fort Zelandia aanwezig was. En hij, André Kamperveen interviewde op de fatale avond en hem onder druk zette om te verklaren dat de 15 mannen een CIA-bruggenhoofd vormden. Na 40 jaar heeft D. Bouterse en zijn medeverdachten geen enkel bewijs op tafel kunnen zetten dat de slachtoffers van 8 december gezamenlijk of afzonderlijk met de CIA bezig waren met een koe. Er zijn geen afgeluisterde telefoongesprekken, geen foto's, geen documenten, geen videobeelden. Niets. Het onderzoek dat in de rechtszaal heeft plaatsgevonden is een voorbeeld van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Experts en getuigen zijn nauwkeurig gehoord en bewijsmateriaal is zorgvuldig geanalyseerd om tot de meest rechtvaardige conclusies te komen. Dit illustreert het belang van een transparant en onafhankelijk gerechtelijk systeem om de waarheid aan het licht te brengen en gerechtigheid te waarborgen. Terwijl het hoger beroep tot een eind komt, kunnen we met vertrouwen zeggen dat het proces van waarheidsvinding in de rechtszaal een cruciale rol heeft gespeeld bij het blootleggen van de feiten. De waarheid is nu duidelijk vastgesteld en we hopen dat gerechtigheid zal zegevieren voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Laten we vertrouwen hebben in ons gerechtelijk systeem en het belang van onafhankelijk onderzoek benadrukken, zodat we een samenleving kunnen opbouwen waarin waarheid en rechtvaardigheid centraal staan. Stichting 8 december 1982 Sunil Omroosing. Net binnen. Het kleine verschil en SAO al negen maanden in actie, ingrijpen VP gevraagd. Door Valérie Fris. Paramaribo, personeel van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, is sinds november 2022 in actie. Volgens Perry Marika, secretaris van de bond bij SAO hebben de medewerkers bepaalde vergoedingen sinds 2017 niet ontvangen. Onder meer wordt verwezen naar de koopkrachtcompensatie van SRD 500 sinds 2017. Ook de recente koopkrachtversterking van SRD 2500, die de regering dit jaar heeft toegekend aan ambtenaren, hebben de leden niet ontvangen. SAO is een werkarm van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ. Onder andere voor tijdige schoolverlaters kunnen daar verschillende vaktrainingen volgen. Marika zegt dat de vakschool achteruit gaat doordat er geen financiële middelen worden vrijgemaakt voor de organisatie. De inspecteurs die met pensioen gaan worden niet vervangen. Marika vertelt ook dat er geen nieuwe mensen worden aangenomen die het werk moeten voortzetten. We zijn bang dat als deze situatie aanhoudt, de vakschool zal moeten sluiten. Gesprekken. Er zijn volgens de secretaris van de bond meerdere malen gesprekken gevoerd met minister Steven MacAndrew, die steeds aangeeft dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hij heeft ons wel gezegd dat de recente koopkrachtversterking al op onze rekening moest staan, maar dat is niet zo. Daarom hebben de medewerkers besloten de vicepresident, VP, te vragen om in te grijpen. Woensdagmorgen zijn ze bij VP Ronnie Brunswijk op audiëntie geweest. We zijn bang dat als deze situatie aanhoudt. De vakschool zal moeten sluiten. Perry Marica. De VP heeft aan ons doorgegeven dat hij woensdag bij de regeringsraadvergadering dit probleem zal bespreken en dat wij binnen een korte tijd over onze gelden zullen beschikken. Tot dat moment zullen de medewerkers in actie blijven. Omdat er rekening werd gehouden met de cursisten waren de mensen tenminste drie dagen in de week op het werk. Wij gaan niet naar het werk zolang de storting niet is gedaan. We hebben dat geld ook gewoon niet om vervoer naar het werk te betalen, besluit Marika. Personeelsaal is loze beloftes, minister Mac Andrew Alzat. Door KIN-nieuws-redactie. Hij vertelt steeds dezelfde verhaaltjes, zegt bestuurslid Eodia Linger van de Personeelsbond van Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, saal over minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ. Het personeel van de stichting is al maanden in actie en de minister is al op de hoogte ervan, maar er worden geen concrete stappen ondernomen door de bewindsman om de actie te stoppen. Het blijft bij verhaaltjes, benadrukt zij nogmaals. Het personeel is sinds oktober 2022 in actie, waarbij er maar drie dagen in een week gewerkt wordt. Alleen op maandag, dinsdag en vrijdag verschijnen de ambtenaren op het werk. Linger zegt dat het personeel nog steeds op de TWK-gelden wacht van de nieuwe loonreeks, die ingevoerd werd medio 2018. De mensen moeten dus ook over het jaar 2017 TWK ontvangen. Er zijn nog andere vergoedingen die we nog moeten krijgen, maar het is nog niet duidelijk wanneer we dit zullen krijgen. Ook de koopkrachtversterking van SRD 2500 heeft het zaalpersoneel nog niet ontvangen. Dit was de druppel. Die de Emmer heeft toen overlopen. Het personeel besloot dan een petitie in te dienen bij vicepresident Ronnie Brunswijk, die beloofd heeft oplossing te brengen in deze kwestie. Het bestuurslid zegt dat er tot en met woensdag gewacht zal worden op een oplossing. Hierna sluit zij een verscherping van de actie niet uit. De mensen hebben het heel zwaar en hebben het geld hard nodig. Het geld waarop de mensen recht hebben. Is nu ook al flink ontwaard vanwege de stijging van de koers van de afgelopen periode. Als de mensen het geld niet ontvangen, bestaat de kans dat de stichting de deuren zal moeten sluiten. We zullen kijken wat we gaan doen, maar het kan niet zo door blijven gaan. Wegafsluitingen in verband met Krijgsraadzitting: Paramaribo, de Krijgsraad, houdt maandag zitting in het 8 december strafproces. Uit veiligheidsoverwegingen zal het verkeer van de volgende straten vanaf 6 uur morgens worden omgeleid: de Henk Aronstraat, Monsieur wulfingstraat van Rooseveltkade, Julianastraat, Koninginnesstraat en Prins Hendrikstraat. De politie doet een beroep op verkeersdeelnemers in die omgeving hier rekening mee te houden en de aanwijzingen gegeven door de politie en middels verkeersborden stipt op te volgen. Bestuurders die vanuit het noorden richting het zuiden gaan. Wordt gevraagd tijdig alternatieve routes te kiezen om oponthoud te voorkomen. De veiligheidsdiensten zullen alles in het werk zullen stellen om de orde en rust te handhaven. Man van politievrouw verkoopt stiekem haar vuurwapen. De 36-jarige verdachte met bestemming en de twee 24-jarigen SK en MS zijn op vrijdag 28 juli door leden van het regiobijstandsteam Midden, RBTM, van het Korps Politie Suriname aangehouden voor diefstal en heling. SK en MS zijn tijdens surveillancewerkzaamheden van de medewerkers in een verdacht rondrijdend voertuig in het ressort Uitvlucht tot stoppen gesommeerd. Tijdens controle in het voertuig is op een van de verdachten die een tas bij zich had een magazijnhouder van een vuistvuurwapen aangetroffen. Naderhand is het vuistvuurwapen van het merk Glock aangetroffen en in beslag genomen. Het betrof in deze een vuistvuurwapen van een politievrouw. Het tweetal werd terstond aangehouden en hangende het onderzoek overgedragen aan de recherche van Regio Paramaribo voor verder onderzoek. Tijdens het verder onderzoek is gebleken dat de twee verdachten het wapen een dag eerder voor een geldbedrag in Amerikaanse dollars hadden gekocht bij de verdachte met bestemming die in gezelschap was van een andere manspersoon. Met bestemming die de levenspartner is van de politievrouw werd direct opgespoord en in het resort de nieuwe grond aangehouden. Met bestemming heeft zonder toestemming het wapen van zijn levenspartner samen met zijn voortvluchtige kompaan verkocht aan derden. Na te zijn voorgeleid zijn de verdachten SK en MS na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heen gezonden, terwijl met bestemming in verzekering is gesteld. De politie werkt aan de aanhouding van de voortvluchtige kompaan. Daly voelt zich misbruikt door skalianhouder Sunil Kalu. Daly. Beeld. DTV Express. De binnenlandbewoner Bobe Deli voelt zich enorm misbruikt door skalianhouder Sunil Kallu. Jerel Harderwijk 28 juli 2023 om 10.003 minuten leestijd. De binnenlandbewoner Bobe Deli voelt zich enorm misbruikt door Scalianhouder Sunil Kallu. Sinds 2016 zou Deli betaald moeten worden door Kallu voor het helpen regelen dat zijn skalians in het Sarajebiet konden komen. Echter is hij samen met anderen aan een kant gezet toen zaken geregeld zijn. Dat zegt Daly in gesprek met DTV Express en Suriname Herald. In 2010 kwam hij in contact met Kalu. De bedoeling was dat hij plekken zou identificeren waar Scalians zouden kunnen worden ingezet voor het winnen van goud. Daly zou dan op elke Scalian 1% krijgen van de inkomsten. Dit was een mondelinge afspraak tussen hem en Kalu, vertelde Daly. De samenwerking ging goed en vanaf 2010 tot 2015 zou de Scalianhouder hem altijd op tijd hebben betaald. Bij de tweede termijn van de regering Bouterse in 2015 is er een samenwerking aangegaan met de BEP. Kalu wilde in het Saragebiet Scalians plaatsen. Volgens Deli zou BEP-voorzitter Ronnie Asabina dat kunnen regelen. Er is toen contact opgenomen met Asabina, waarbij er een meeting is geweest in een hotel in Paramaribo. De bedoeling was om na te gaan met wie ze zouden kunnen praten in het gebied om de Scalians daar te krijgen. Den SMAFU Sara No Ben van den Scalians drapen, legt Deli uit. Er is uiteindelijk een team in elkaar gezet om met de kapiteins en basia's van het gebied te praten. Na drie meetings is het uiteindelijk gelukt om de Scalians in het gebied te krijgen. Er zijn contracten opgemaakt voor afspraken met het team. Los van die afspraken heeft Kallo aparte afspraken gemaakt met Deli, waarbij duidelijk is gesteld dat hij nog steeds 1% zou krijgen van de inkomsten van elke Scalian. In totaal gaat het om 9 Scalians. Asabina zou getuige daarvan zijn omdat hij betrokken was bij de gesprekken toen deze afspraak gemaakt werd. Mi amen taku ene no minug. Amen tak u no abi fu, span molibdeen luku fu u mi bribi amen omdat mi bignan amen, legt Deli uit. Vanaf 2016 is hij niet meer uitbetaald door Kalu. Eind 2022 heeft hij contact opgenomen met de Scalianhouder. Er werd toen weer een afspraak gemaakt voor een gesprek. Bij dat gesprek zou Asabina ook aanwezig zijn. Maar op die dag was Asabina afwezig, zegt Deli. Kalu zou hem hebben aangegeven dat hij de achterstallige gelden niet meer gaat kunnen betalen. Vanaf dat moment zou Kalu hem elke maand SRD 15.000 geven. Afspraak werd dat hij nog meer zou krijgen. Ook deze afspraak is niet nagekomen. Asabina na bijna vijf lezen you Goluku in Nabeb Centrum. Altijd a ben druk. A tak aw tak nanga aman, legt Deli uit. Wij hebben contact opgenomen met de ondernemer Sunil Kalu. Echter heeft hij nog niet positief gereageerd op het verzoek voor een interview. Sunday 30 juli 2023 Demo en Kratie 30 juli 4 uur 54. Democratie, de wil van het volk. Democratie, de wil van corrupte belangen. De corruptie varieert van plunderingen en smeergelden om keuzes te beïnvloeden, tot vriendjespolitiek en een minister die als een taliban een liedje kanselt omdat hij een zin niet ziet zitten. Elke verkiezing is een risico, omdat niet wel edelgeborenen aan de macht kunnen komen. De democratie loopt als een zieke die herstelt maar steeds weer neerstort doordat het kwaad zich herhaalt. Het kwaad blijft anoniem. De uitkomst van corruptie is lijden, en dat lijden zou een les moeten zijn. Meneer Bouterse is de verpersoonlijking van het onheil geworden. Hoewel hij zich heeft verheven als vader van alle etnische groepen en tot de meest multiethnische leider van Suriname is uitgegroeid, is hij ook de Surinaamse leider met de zwaarste strafbare feiten ooit op zijn kerfstok, drugsmokkel, rol in de decembermoorden. De verwachting is dat hij dit jaar naar een plek voor de onderwereld wordt vervoerd, terwijl de duivel ermee gaat spelen. Zijn vrienden hebben onder zijn heerschappij de hele taart opgegeten. Het was niet kosher. Meneer Brunswijk wil ook president worden. Hij liet zich op grond van een vaag orakel uit Afrika tot koning van alle Afro-Surinamers kronen. Trots als een pauw pronkte hij in zijn koningskostuum. Het orakel weet blijkbaar niet wat hij op zijn kerfstok heeft: bankoverval, drugsmokkel, geweld. De man zelf blijft maar orakelen over zijn presidentschap. Hij heeft er honger naar, kan aan niets anders denken. Het is, zoals de Engelsen zeggen, een ongeluk dat nog moet gebeuren. Ongetwijfeld heeft hij, net als iedereen, ook positieve eigenschappen. Hij heeft zich vanuit het niets omhoog weten te knokken, en dat is misschien wel een prijs waard. Maar in topposities verwacht je geesten met overwegend positieve eigenschappen en geen wezens met dubbele standaarden die zich gedragen als halfgoden. Zijn kerfstok en zijn gebrek aan kennis zijn al een disqualificatie voor de hoge positie die hij in de openbare ruimte bekleedt. Het presidentschap mag geen toevluchtsoord worden voor mensen die in het vizier van justitie staan. Democratie is verzwakking van instituten. Het begon met het wegvallen van het toezicht door Nederland in 1975. Corruptie is een hardnekkig probleem geworden in de politiek, politie, douane en ambtenarij. Het is net zo gewoon als stromend water. Het gaat over individuen of groepen die macht misbruiken voor persoonlijk gewin. Er zijn tijden dat het zo stinkt naar corruptie en dat het voelt alsof de politiek slaapt. Ijverige corruptie heeft mensen tot miljonairs gemaakt, en als zodanig draaien ze met een dikke vinger in de politieke pap. Het vertrouwen in de politiek is verloren gegaan door schokkende corruptieschandalen. Bij gevolg kan de politiek corruptieschandalen gaan proberen te verdoezelen om het vertrouwen van het publiek niet verder te schaden. De politiek maakt zich dan meer zorgen over de gevolgen van het aan het licht brengen van corruptie dan over de corruptie zelf. Ze gooit er zand of de mantel der liefde overheen, stelt een commissie in of vervangt een minister. Dat zijn manieren om te doven in plaats van te onderzoeken en te straffen. De wapens tegen democratie zijn. 1. Openheid van bestuur, zodat misbruik kan worden opgespoord. 2. Robuuste handhaving van anticorruptiewetten. 3. Een onafhankelijke rechterlijke macht die corruptiegevallen eerlijk en onpartijdig behandelt en straffeloosheid voorkomt. 4. Een bescherming van klokkenluiders, zodat misstandmelders geen risico's lopen. 5. Verminderen van inkomensongelijkheid en slechte arbeidsomstandigheden, zodat mensen niet in de verleiding komen om hun loon aan te vullen of koopkracht op peil te houden met steekpenningen. 6. Geen vriendjespolitiek bij het verkrijgen van overheidscontracten en andere voordelen zonder de juiste kwalificaties. En 7. Registreren van vermogens van politici bij in- en uitstappen. Dit pluk je allemaal van internet. Maar het komt allemaal neer op. Gij zult niet zoemelen of stelen. Elke regering moet betrouwbare feiten en cijfers en eerlijke schattingen van de nationale financiën geven. Dat is de basis voor elk fatsoenlijk debat. Hiertoe moeten instituten sterk bemenst zijn. Maar feiten spreken helaas niet zelf. Ze moeten vervat zitten in een verhaal over de richting die je het land op wilt sturen. De charmante initiatiefvoorstellen van de heren Charman en van Samson om het kiesstelsel en de grondwet te wijzigen, zijn een positieve bijdrage aan het algemeen belang en de versterking van de democratie. Ze omvatten landelijke evenredigheid. Het hele land is één groot kiesdistrict en een verbod om verkozen te worden tot president of vicepresident indien eerder veroordeeld. Het soort misdrijf moet nog gespecificeerd worden. Iemand met een strafblad laat je geen politiekorps besturen, laat staan een land. Leiders met een crimineel verleden moeten geen macht krijgen. Helaas hebben de voorstellen alleen kans van slagen als de oranje-paarse top het eens wordt over de prijs. D Balraatjing. Zomercarnaval noemt geweld triest, coalitie wil opheldering. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam baalt van de geweldsincidenten, waaronder twee schietpartijen gisteren in het centrum van de stad. Het is triest dat dit is gebeurd. Zegt Karel Willems, voorzitter van Stichting Zomercarnaval Nederland. Volgens de organisatoren is het tweedaagse festival verder goed verlopen. Maar vanuit het stadsbestuur en de lokale politiek klinkt forse kritiek. Local burgemeester Tim Versnel noemt de incidenten onacceptabel. Coalitiepartijen VVD en Leefbaar Rotterdam stellen dat geweld een terugkerend probleem is tijdens het zomercarnaval en eisen opheldering. 28 Arrestaties. Tijdens het festival werden in totaal 28 mensen gearresteerd, zo werd vandaag bekendgemaakt. Een aanhouding was vrijdagavond, de rest zaterdagavond. De politie meldt dat er twee wapens in beslag zijn genomen. Het overgrote deel van de 28 arrestaties was vanwege openbare dronkenschap of het niet laten zien van een identiteitsbewijs. Een 15-jarige Rotterdammer werd opgepakt nadat hij een mes op zak bleek te hebben. Hij was gefouilleerd omdat hij betrokken was bij een vechtpartij. Op vrijdagavond werd een man aangehouden omdat hij volgens de politie een beveiliger had geslagen. Daarvoor was hij over een hek geklommen tijdens de zogenoemde Lightningparade. Meerdere schietpartijen. Het zomercarnaval werd overschaduwd door schietincidenten. In de middag was op de Koolsingel het eerste schietincident, volgens de politie buiten de stoet van het Zomercarnaval. Niemand raakte gewond. Rond 20.45 uur 45 was er een tweede schietpartij, eveneens op de Koolsingel. Daarop werd het Zomercarnavalprogramma stilgelegd. Een gewapende man schoot een andere man neer. Agenten openden daarop het vuur op de verdachte, die daarbij ook gewond raakte. Behalve het slachtoffer en de verdachte werd ook nog een derde man gearresteerd. Een vrouw die wegrende van de schietpartij raakte ook gewond. Het is onduidelijk hoe het nu gaat met alle gewonden. Bekijk hier videobeelden van de nasleep van de tweede schietpartij. Omstreeks 22 .45 uur 45 was er op een andere plek in de binnenstad, de Witte de Witstraat, een steekpartij. Een 29-jarige Rotterdammer raakte daarbij gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is volgens de politie onduidelijk of dit incident iets te maken had met het carnavalsfeest. We leven mee met alle bezoekers die hiervan getuigen moesten zijn. Laten Rotterdam Unlimited Zomercarnaval en Stichting Zomercarnaval Nederland in een gezamenlijke verklaring weten over alle incidenten. Veel mensen bij elkaar. Volgens stichtingsvoorzitter Willem zijn geweldsincidenten als gisteravond schering en inslag in Rotterdam. Hij betreurt dat is het gebeurd tijdens het festival, maar benadrukt dat er honderdduizenden mensen op afkomen. Het heeft meer te maken met dat er veel mensen bij elkaar zijn. In combinatie met drank en drugsgebruik zijn problemen volgens hem haast onvermijdelijk. Overigens was de algehele sfeer op het tweedaagse feest goed volgens de organisatoren. De organisatie kijkt met trots terug op een mooie en zonnige straatparade, wordt gemeld in de verklaring. Een leuk evenement met een bittere nasmaak, schrijft de VVD in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens de partij passen de schietincidenten binnen een patroon van geweldsincidenten die jaar op jaar plaatsvinden met zomercarnaval. De VVD wil dat het aantal incidenten wordt vergeleken met de voorgaande edities. Vorig jaar werden zo'n 40 bezoekers opgepakt, schreef regionale omroep Rijnmond destijds. De meeste aanhoudingen waren destijds preventief. De twee jaren ervoor was het feest afgeblazen vanwege de coronapandemie. Roep om verbod. Leefbaar Rotterdam stelt dat het feest elk jaar eindigt in kogels. De partij, die samen met de VVD in het gemeentebestuur zit, roept op sociale media op tot een verbod op het zomercarnaval. Willem spreekt tegen dat er elk jaar schietincidenten zijn. Ik kan garanderen dat het niet zo is. Tijdens de vorige editie was er volgens de stichtingsvoorzitter een incident in een kroeg in de binnenstad, maar dat staat helemaal buiten het parcours van de optocht. Het stadsbestuur wil allereerst duidelijkheid over de incidenten van afgelopen editie. Local burgemeester Tim Versnel zegt in een reactie tegen persbureau ANP dat het eerst aan de politie is om onderzoek te doen. Dat moet nu eerst goed gebeuren. Vragen over de toekomst zijn begrijpelijk, maar komen daarna. Drie aanhoudingen voor twee. Verbod op dansstijl bubbling bij Zomercarnaval Rotterdam, racistisch en misverstand. Als het aan de organisatie van het Zomercarnaval in Rotterdam ligt, wordt het feest dat vandaag van start gaat dit jaar anders dan anders. Met een verbod op vulgerdansen wil de organisatie de dansstijl bubbling in de band doen. Een verbod dat de organisatie op veel kritiek komt te staan. Het zou niet alleen preuts en betuttelend zijn, maar ook racistisch. Bubblingdansers denken dat de nieuwe regel berust op een misverstand over wat de dansstijl precies is. Volgens de directeur van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval zijn er afgelopen jaren meerdere klachten binnengekomen over aanstootgevend gedrag en dat wil ze deze editie voorkomen. Dit is een familiefeest. Waar kleine kinderen komen, legde Eva van der Vecht het verbod uit. In het reglement van Stichting Zomercarnaval Nederland staat het verbod uitgelegd. Dansen kan heel provocerend en slash of vulgair zijn. Vooral met zijn tweeën, als bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst. Dit is niet toegestaan. Ook het dansen van bubbeling is niet toegestaan. Dit wordt door de organisatie gekenmerkt als een provocerende ordinaire dans. Was ze straks ook verboden? Maar de organisatie weet waarschijnlijk niet goed wat bubbling inhoudt, denken dansers bij een dansschool in Rotterdam. Ik denk dat ze het hebben over Daggering, een dans waar mensen, grof gezegd, aan het droogneuken zijn, zegt Roy Samuel, een vader wiens kind bubblingles volgt op een dansschool in Rotterdam. En daar hebben ze de sticker bubbling opgeplakt. Maar bubbling is gewoon onschuldig dansen. Misschien hebben sommige dansers zich de afgelopen jaren laten meeslepen door bijvoorbeeld alcohol, denkt dansleraar Randy Telg. Maar daardoor kan je niet opeens een hele dansstijl of danscultuur verbieden. Telg moest in eerste instantie keihard lachen toen hij over het verbod hoorde. Mag je straks ook geen volksdans of was meer doen? Want dan kom je ook soms tegen elkaar aan. Hij denkt dat de organisatie niet veel weet over de danscultuur. Ze hebben zich niet genoeg verdiept in de cultuur van de Caribische carnaval. En als jij als organisatie zo'n titel onder je naam hebt, moet je wel weten waar je mee bezig bent. Als ze zich erin hadden verdiept hadden ze geweten dat bubbling immaterieel erfgoed is. Samuel vult aan, de bubbling-culturen verwacht excuses. Voorzitter Karel Willems van de Stichting Zomercarnaval Nederland erkent dat de organisatie hier in de fout is gegaan, al blijven vulgaire vormen van dans verboden. Het verbod bracht ook kritiek teweeg van onder meer Nederland wordt beter. De actiegroep spreekt over koloniale en racistische regels. Het is een zorgelijke ontwikkeling wanneer bedrijven en gemeentes verboden instellen op muziek, dans en kledingstijl. Carnaval is een van oorsprong Caribisch feest waar veel traditionele en cultureel belangrijke dansvormen voorkomen... Tradities en cultuur die door de organisatie van het Zomercarnaval als vulgair en ordinair worden bestempeld. De groep riep op om te mailen of te bellen met de organisatie om de onvrede over het verbod te laten horen. Geschrokken van kritiek De organisatie van Zomercarnaval Nederland zegt in een eerste reactie dat men is geschrokken van die kritiek. In een persbericht benadrukken ze dat het verbod niet betekent dat er voor expressieve dansstijlen geen ruimte is. Wij willen graag benadrukken dat ons beleid niet bedoeld is om creatieve expressie te beknotten of culturele dansvormen te censureren. Stichting Zomercarnaval Nederland kijkt of de nieuwe regels versoepeld kunnen worden, maar dan pas met ingang van volgend jaar. Het festival begint vandaag, met morgen als hoogtepunt de 36e editie van de Zomercarnaval Straatparade, kilometers aan praalwagens, tienduizenden toeschouwers en uitgedoste dansers. Naast het bubbelingverbod worden ook de verkopen van alcohol door supermarkten en winkeliers ingeperkt. Het kleine verschil en de grote gevolgen, of de verschillen in de verschillen. Filia Kramp De kop van dit artikel is een citaat uit een boek van Abraham de Zwaan. De titel van het boek is Tegen de Vrouwen. De wereldwijde strijd van rechtsisten en jihadisten tegen de emancipatie. Abram de Zwaan is een Nederlandse socioloog wiens werk nationaal en internationaal hoog wordt gewaardeerd door vakgenoten en andere wetenschappers en door overheden, beleidsmakers. Had Hikmat Mahawat Khan maar werk gelezen van de Zwaan of van de Indiase intellectueel Pankaj Mishra, Age of Anger, dacht ik na lezing van Suriname ontwikkel je niet met wat in de onderbroek zit, maar met wat in het hoofd zit. Wanneer Mahawat Khan dat had gedaan of ander sociologisch werk had geraadpleegd, en de verworven inzichten had gebruikt voor zijn artikel, dan had het artikel het begin kunnen zijn van een brede, niet persoonsgebonden maatschappelijke discussie rond het thema vrouwen als leiders in de Surinaamse politiek. Nu blijft het beperkt tot zijn observaties van gedrag van bekende vrouwelijke politici, hun karakteristieke kenmerken en zijn zorgpunten. Zeker niet onbelangrijk. Maar voor dit moment de exclusief, waardoor we het risico lopen ons blind te staren op de vrouwen en niet de nieuwe horizon te zien. In dit stadium moet de discussie open blijven om vrouwen en mannen uit te dagen die niet gesocialiseerd zijn in de corruptie die Suriname verlamt, en slash of die faciliterend zijn, waren, voor de leiders van de oude politiek. Want dan krijgen we in de macht subassertieve vrouwen met oude politieke streken. En die vrouwen zijn erger dan corrupte politieke mannen, weet ik uit ervaring en literatuur. Daarom ben ik voorstander van eerste gewenste veranderingen en vernieuwingen boven tafel krijgen en Surinamers inspireren hiermee publieke discussies aan te gaan met elkaar en met vrouwen en mannen die hun autonomie en professionele sporen in de samenleving bewezen en nu geen politieke functie hebben, maar wel het presidentschap ambiëren. Vrouwen die deze manier van professioneel communiceren en presenteren beheersen, kunnen dat. Dat is ook hun toegevoegde waarde in samenwerkingsrelaties. En in dit proces moeten we toegevoegde waarden nastreven en niet meer van het oudezelfde met actentas en hoge hakken. De vrouwen die zich aandienen, moeten we extra versterken, omdat ze nu nog ondervertegenwoordigd zijn in de politieke macht. Dat is één van de remmende factoren. Er zijn veel meer, maar die laat ik nu buiten beschouwing voor de gezonde ontwikkeling van onze jonge republiek. Suriname heeft veel culturele diversiteit. Dat komt door zijn koloniale verleden. Dat verleden hebben we nog niet goed verwerkt en ons kolonialisme nog lang niet gedeconstrueerd. Integendeel, na de onafhankelijkheid verspreidde en verankerde het zich nog breder en dieper in onze maatschappelijke bodem. En daar hebben we het bijna nooit over: kolonialisme was ook de terreur van het patriarchaat, de terreur van foute mannenmacht. In het patriarchaat wordt de samenleving bekeken en ingericht vanuit behoeften en worden maatschappelijke normen bepaald door mannen, ook wanneer ze aantoonbaar vrouwen en kinderen benadelen, ga om je heen kijken en luisteren. Dit patriarchaat zit ook in onze koloniale boedel. Weliswaar onvolkomen bij grote delen van het nageslacht van inheemsen en Afrikanen. Maar wel volkomen in de mentale imprint van onze politieke leiders. Dat werkt door in hun opvattingen en beelden over menselijkheid, de samenleving, de wereld en niet te vergeten leiderschap. In die beelden zitten ook de hokjes voor vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen. Wie niet in een hokje paast of meer wilt passen, heeft een zwaar leven en kan maar beter vertrekken naar elders. In Suriname zijn we cultureel divers, maar niet cultureel inclusief. Onze culturele diversiteit leidt niet vanzelfsprekend tot transcultuur, een zwakte van onze leiders. Dat wil zeggen, we overstijgen onze hokjes niet om samen een nieuwe cultuur te maken, een inclusieve cultuur. En, net als de koloniale Hollanders van toen, leiden veel van onze politici aan een ondoorgrondelijk soort conservatisme dat alleen het kapitalisme voedt. Dat schiet dus niet op met onze ontwikkeling tot mensen van deze tijd. Terug naar het artikel van Mahawat Khan. Ja, er zijn genetische verschillen tussen vrouwen en mannen. Maar die verschillen zijn in de geschiedenis van de mensheid niet constant gebleven. Het is niet waar dat mensen of als vrouw of als man geboren worden en dat daarmee hun verschijning, gedrag en prestaties levenslang vastliggen. Ook is het niet waar dat mensenkinderen pas na de geboorte, door de druk van conventies alleen tot vrouwen of mannen gevormd worden. De opkomst van biologische, Mens- en maatschappijwetenschappen geven ons een scala aan informatie en data die discussies over een kausaal verband tussen de seksen en de maatschappelijke positie verouderd maken. Wie in 2023 nog denkt/slash gelooft dat een land wordt ontwikkeld door wat de leider van dat land in haar/slash zijn onderbroek heeft, is ongeschikt om president van Suriname te zijn/slash worden. Helaas lopen er in de Surinaamse politiek nog te veel mannen rond die Suriname ontwikkelen met de inhoud van hun onderbroek. Zo kwam Suriname ook aan zijn premature onafhankelijkheid en militaire staatsgreep. Daarom is het tijd dat Surinaamse vrouwen tevoorschijn komen, hun persoonlijke kringloop van moet blootleggen en daardoor en daarmee aantonen materie te zijn voor president van de Republiek Suriname. Mannen die dat ook kunnen en doen, moeten zich natuurlijk ook kandidaat stellen. Wel vreemd dat anno 2023 in de Republiek Suriname de burgers niet rechtstreeks hun president kiezen. Filia Kramp Disclaimer Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.